Mark Koeken is een stripfiguur. Dat bedoelen we helemaal niet neerbuigend. Het is gewoon zo. Koeken heeft zo net het eerste album over zichzelf voorgesteld op het veld van KV Oostende, waar hij voorzitter is. De tekenaar vond het niet moeilijk om Koeken te schetsen, zegt hij. Toen dat al klaar was, ben ik naar de coiffeur geweest. Dus het is ideaal. Ze hebben mij een beetje magerder gemaakt en mij een beetje langer haar. Dus ik kan ermee leven met die combinatie. Mark Koeken op zoek naar Ronaldinho wordt gedrukt op 20.000 exemplaren. Naast de KV Oostende-voorzitter zelf krijgen ook coach Yves van der Hagen en verdediger Jordan Lukaku een rol. Zelfs nieuwe aanwinst, Silvio Proto, is op het laatste moment aan het verhaal toegevoegd. Eenmaal dat rond was met Proto, dan hebben we rap aan de scenaristen gezegd van oké, de match tegen Anderlecht vorig seizoen komt voor in het scenario. Ja, zou je dan mij niet doen denken van oh, die Proto, dat is nog een goede keeper, die wil ik wel hebben. Als kleine eerste klasser vindt Koeken extra publiciteit en centen belangrijk. En zo staat hij ook meteen op gelijke voet met Balthazar Boma, die andere bekende voetbalvoorzitter met een strip. Ik zing en ik heb een strip, ja, maar mijn ploeg wint wel soms een keer, dus dat is een verschil.